Vandaag heb ik voor jullie weer een hele toffe video. Wij gaan namelijk kijken naar 6 tips die jij moet proberen in chapter 2. Dit zijn super handige tips waar jij sowieso heel veel aan gaat hebben. Dus als je deze video nu al super tof vindt, drop dan zeker weten even die like. Abonneer op de veel gevraagd met een belletje aan. En gebruik even onze supporter creator code veel gevraagd in de itemshop. En laten we dan gewoon maar meteen gaan beginnen met deze video. Alright, we zijn hier in Slurpee Swamp. En in Slurpee Swamp ga ik jullie de eerste tip laten zien. Namelijk, er is iets bijzonders gaande hier. Namelijk, als je dingen kapot slaat, bepaalde dingen, dan krijg je daarvan natuurlijk HP of shield. Ligt een beetje aan wat je nodig hebt. Maar het duurt natuurlijk veel te lang om die dingen echt kapot te slaan. Zoals bijvoorbeeld deze truck. Je moet echt zo slaan de hele tijd voor. En dat duurt heel lang voordat je hem hebt. Maar er is dus een manier om deze truck sneller kapot te krijgen. Dus sneller je HP terug te krijgen. Wat je enige wat je hoeft te doen is iets in de, letterlijk in de truck te plaatsen. Zoals hier, boom. En je ziet het, hij maakt hem meteen stuk. En je krijgt meteen 25 shield erbij. Hetzelfde geldt voor deze tanks. Boom. Je krijgt meteen 25 erbij. Boom. Je krijgt meteen 25 erbij. Maar niet alleen dat. Je kan het ook doen bij deze slurptonnen. Als je hierbij gaat staan. Je doet dit. Boom. Je krijgt ineens alles erbij. Dus het is een hele fijne truc. Die het heel makkelijk maakt om veel HP te krijgen. Zoals hier. Dit kan je ook gebruiken. Zo. Boom. En je krijgt zo max HP. Er is een hele route die je maken. Zo, of die je kan lopen. Dat is vanaf hier naar die 2 tonnen. Naar die 3 dingen toe. En als het goed is, ben je daarbij. Bijna 100%. Heb je bijna 100% shield. En dan kan je meteen de fight en met 200 HP. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Ik heb deze zelf gevonden een tijdje geleden bij een stream bij iTeun. Even shout-out naar iTeun. Toen dacht ik van, hé, wat nou als ik dit doe? En dat werkte meteen. Dat was super chill. Dus ja, probeer het gewoon een keertje. Land hier. Gebruik deze tactiek. En je bent zo max level 200. Maar max HP, dus 200 HP. En dat maakt het leven wel een stukje makkelijker. Laten we doorgaan naar de tweede tip. Ja, en voor deze tip zijn we even aangekomen in Misty Meadows. Misty Meadows is ook een hele toffe plek. Alleen ja, hier kan je niet zoveel shield krijgen als in Slurpee Swamp. Maar hier kan je wel iets anders wat je niet echt in Slurpee Swamp kan doen. Namelijk, als jij in een... Stel je zit in een fight. Stel je bent in fight, je bent low, je hebt weinig HP. Wat kan je dan doen? Nou, dan wil je vaak dus even hiden. Nou, wat kan je dan doen? Je kan, ik ga het jullie gewoon laten zien. Je kan dit doen. En yeet. En je spreekt letterlijk door het raam in de vuilnisbak. Het is echt een super fijne tactiek. En je kan het niet alleen hier doen. Er zijn nog veel meer locaties waar je dit kan doen. Eigenlijk iedere locatie waar een raam staat, of een prullenbak voor een raam staat, daar kun je het doen. Kijk er gewoon naartoe. Druk op E en je bent in de prullenbak. Het is een hele handige tip om snel uit bijvoorbeeld op een gebouw te komen en om even snel te hiden. Mensen verwachten dit ook niet. Dus stel die gast is naar je aan het zoeken. Hij loopt die deur uit daar. Dan spring je er zo uit. Dan schiet je op hem en hij is dood. Het is een hele toffe manier om weg te komen uit een situatie. Ik zou het sowieso een keer proberen als ik jullie was. En dan helemaal op deze locatie. Maar zoals ik net al zei, er zijn er nog veel en veel meer. Laten we doorgaan naar de derde tip. Ja, deze tip kan ik niet echt voordoen. Ik heb nu even geen maatje om het hier voor te doen. Maar het is wel een tip om die ik gewoon kan uitleggen. En die je gewoon kan proberen. Het is niet zo erg lastig. Namelijk, stel je wordt geboxt door een enemy. Stel een enemy boxt jou en plaatst hier en hier een trap. Bijvoorbeeld. Wat je dan kan doen. Stel, je hebt jouw vloer hier geplaatst. En hij heeft jou dus getrapt. En letterlijk twee traps naast je geplaatst. Als jij vervolgens dit doet, dan gaan die traps niet meer af. Vraag me niet waarom. Maar als jij je vloer op deze manier edit, gaat de trap die hier staat en die daar staat niet meer af. En die daar staat trouwens ook niet. De trap boven je gaat wel af. Dat is wel een nadeel. Maar de traps die je naast je hebt staan, daar gebeurt niks meer bij. En in principe is het niet heel moeilijk om continu eventjes, als je ergens staat, om eventjes een vloertje te plaatsen zo. En dan zo te doen is in principe niet heel lastig. Dus ja, probeer het gewoon een keertje. Als je getrapt wordt, stel je zit in paniek, doe gewoon dit. Dit trouwens, niet dat, maar dit. En je bent klaar. Je wordt niet meer gepakt. Tenzij er een trap boven je wordt geplaatst. Maar dat is dan de enige weakness die je hebt. Laten we doorgaan naar de volgende tip. En deze tip is toch wel een stukje lastiger. Ja, dit is een ding. Is eigenlijk meer ook een trick. Die kost wat tijd om te masteren. Maar ik ga hem jullie toch uitleggen. Vroeger was het namelijk zo dat als je snel wilde rennen, was er één manier en dat was dashen. Dashen ging op deze manier. Je plaatste zo onder je een vloer. En je kon zo op deze manier dashen. Maar dat, zoals je ziet, dat gaat haast niet meer. Je krijgt haast geen boost meer vooruit. Dat komt omdat Epic Games dit gepatcht heeft. Maar er is een manier om dit wel te doen. En die manier is
een stukje lastiger en kost ook wat meer materials. Maar kan zeker weten het waard zijn als je in de zone zit. Namelijk, wat je moet doen is een rampje omhoog plaatsen. Vervolgens plaats je een vloer. En op die vloer plaats je dus weer een ramp. En als je het dan doet op deze manier zo, boom, dan heb je wel die boost. Dan moet je natuurlijk wel rennen. Dat is het enige nadeel wat je hieraan hebt. Maar als je dit goed kan, zo, dan dash je een stuk sneller vooruit. Je doet zo en dan zo. Ja, kijk, nogmaals, ik ben niet goed genoeg om het in één keer te doen. Ik probeer het jullie voor te doen, maar zoals jullie net al ziet, ik heb nog niet goed genoeg geoefend om dit goed te kunnen doen. Maar als je eenmaal die momentum hebt, hier, zie je, nu doe ik het goed. En dan doe je weer zo en dan doe je weer zo. Kijk, zo doe je dat. Als je dit zo continu doet, dan ben je een stuk sneller uit de zone. Probeer het gewoon zelf. Ga dit oefenen. Want dit is een mechanic die je sowieso moet kunnen om goed te worden in Fortnite. En nogmaals, ik ben niet heel goed in Fortnite. Alleen als je dit kan straks. En ik ben even aan het oefenen. Ja, ik ga het niet eens proberen. Ik zet mezelf alleen maar verschut nu. Maar dit is oprecht wel een goede manier om snel de zone uit te komen. En kijk of... Ja, ik plaats ook veel te snel. Wat maakt het ook uit. In ieder geval, probeer dit. Ga dit oefenen. En je bent binnen no time een stuk sneller uit de zone. Laten we doorgaan naar de vierde tip. Ja, en deze tip heeft te maken met water. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld naar die kant wil van het eiland. Je wil bijvoorbeeld daar naartoe gaan. Maar er zitten mensen achter je die jou continu aan het beschieten zijn. Bijvoorbeeld daar. Nou, dan kan je dus iets superhandigs doen. Ik moet even wat materials hebben. Dus daarom ben ik dit aan het weghakken zo. Namelijk, je kan boven jezelf bouwen terwijl je aan het zwemmen bent. Wat je dan even moet doen is aan de rand dit zo bouwen. Dan ga je het water in. En vervolgens ga je gewoon letterlijk boven je bouwen. Even kijken. Ja, zo. Dankjewel. En je kan gewoon doorzwemmen. Het maakt niet uit. Je kan bouwen zoveel je wil. Alleen het moet wel even een beetje zo heen en weer bewegen. En dan kan je dus gewoon niet van boven beschoten worden. Het enige grote probleem hieraan is als ze alleen al dit wegschieten. Bijvoorbeeld zo. Dit zou wegschieten. Dan valt alles achter je kapot. Om dit te counteren kan je het volgende doen. Dan moet je even een muurtje plaatsen. Zo, en dan kan je zo weer verder. En als je het een aantal keer doet zo. En dan volgens ze verder gaat. Dan kunnen ze niet zomaar alles kapot schieten. Dus dit is de manier om over te steken zonder dood te gaan. Kost wel heel veel materials. Maar ik denk zeker weten dat het waard is. Als je echt pro bent. Kan je ook nog cones erboven plaatsen. Dat maakt het nog sterker. Maar dan waste je al helemaal veel materials. Het kan wel. Maar het is, het kost een beetje veel. Ik weet niet of het waard is, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, laten we doorgaan naar de laatste tip. En de laatste tip heeft te maken met vissen. Namelijk, als jij aan het vissen bent, dan ben je eenmaal heel erg vatbaar voor mensen die jou gaan pushen. Het is best wel heel erg vervelend als mensen bijvoorbeeld daar zitten en je wil even snel vissen om even snel wat visjes te vangen om healing terug te krijgen. Dan kunnen mensen je gewoon heel makkelijk raken. Omdat je gewoon niks kan. Maar er is een manier om jezelf in te bouwen. En tegelijkertijd te kunnen vissen. Namelijk, als jij even jezelf zo even inbouwt natuurlijk. En je maakt vervolgens een deur. Dan kan jij je vishengel uit die deur gooien. Vervolgens je deur dicht doen. Als ik het goed doe, ja zo. En je kan tegelijkertijd gewoon vissen. Je kan er doorheen zien of je bait hebt. En jawel, ik haal gewoon eventjes een bolt action sniper eruit. Het is een hele makkelijke manier om te vissen zonder dood te gaan. Je moet wel even goed kijken om die deur dicht te doen. Maar je kan zo heel makkelijk vissen. En mensen kunnen je niet zomaar dood snipen. Sowieso is het nooit verstandig om stil te staan tijdens het vissen. Want je bent gewoon binnen no time dood. Maar in principe, als je dit doet, ben je gewoon safe. Even kijken, gaan we nog iets leuks eruit halen. 3, 2, 1. En we trekken er nog een visje uit, nog een flopper. Dat is altijd nice. Nou, dames en heren, dit waren alle tips en tricks die ik voor jullie had in deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Ga lekker oefenen in Fortnite. Het is sowieso niet verkeerd om te... Oh, wat de hel? Waarom heb ik dit? Dat willen we natuurlijk niet. Het is nooit verkeerd om even te oefenen in Fortnite. Ga sowieso eventjes deze oefenen, weet je wel. Deze die ik net liet zien. Zo, en dan... Waarom heb ik dat gepreset? Dat is niet de bedoeling zo. Huppa. Ga dit oefenen, want dit kan gewoon super handig zijn. Want op deze manier kan je gewoon heel makkelijk ergens naartoe gaan. En nogmaals, het is niet makkelijk. Want ook ik heb het nog niet onder de knie. Zie je, ik plaats nu gewoon mijn ramp te vroeg. Maar als je het onder de knie hebt, dan is het gewoon super goed en super fijn om snel te kunnen rennen. Dames en heren, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou super tof? Drop dan zeker weten even die like. Abonneer me heel graag bij de belletje. Klik even op de video's hieronder. En ik zeg tot de volgende keer. En peace out. Doei!